Een van de deelnemers aan het KNH's indoorkampioenschap is Dinja van Lieren. En ze neemt hier zelfs deel met twee paarden. Met Tenzel in het ZZ Zwaar en met Duval's Caprisonne in de lichte tour. Ze is een echte favoriet voor de titel, deze Zeeuwse Amazone. Maar ze is ook heel druk. Van het ene paard op de andere. Veel stress. We gaan eens kijken hoe het haar vergaat. Hoe Dinja een gooi gaat doen naar een hoge klassering hier op het KNH's indoorkampioenschap. Ja, nou goed, in principe is hij al vaak genoeg geweest natuurlijk. Alleen, ja, ik denk dat het vaak ook meer voor de ruiter is dan voor het paard. Dat je zelf, weet je, je hebt zelf zoiets van, stel je voor dat je het niet doet en hij schrikt dadelijk, dan heb je er spijt van. Dus dan denk ik, ja, beter toch maar heel even die baan in geweest dan... Een soort dubbele mentale voorbereiding. Ja, soort voor het geval dat, zeg maar. Klopt, ja. Van junior zijn nu, zeg maar, junioren. Ja, baby's. Maar die hebben ook allemaal, de meeste eigenlijk hebben wij allemaal naar een drankje genoemd. Ja? Ja, dus die heet ook allemaal Jim Beam en Johnny Walker en dat soort namen, zeg maar. En Jills hebben we ook. Nee, hij is echt, dat zeg ik ook altijd en dat wordt ook een beetje saai, maar hij is echt fantastisch in alles, zeg maar, wat hij doet. Want gewoon, hij is zo op stal super lief en voor een hengst zijn super lief met dekken, dat doet hij heel erg makkelijk. Met rijden is hij natuurlijk heel erg fijn, op de wagen staat hij rustig. Het echt, hij heeft een heel rustig karakter, maar toch, als je erop gaat zitten, is hij altijd scherp en fijn. Hij is nooit lui of zo onder het zadel, dus ja, qua... karakter? Ja, gewoon qua karakter is het echt ideale paard gewoon. Dat is echt zo bizar. Nou, vooral KP een beetje opwarmen en een beetje losmaken. En daarna proberen om hem zo scherp mogelijk eraan te zetten voordat ik mijn proefje inga. Nou, gelukkig bij Capri niet zoveel. Capri is al vaak scherp, of nou ja, is eigenlijk altijd al scherp genoeg van zichzelf. Maar het is wel goed om net eventjes de puntjes op de i te zetten, net nog een paar oefeningetjes een keer te herhalen. Dat je echt weet van oké, okay, het gaat wel echt gebeuren daar. Nee, ik denk dat het juist ook wel goed is om soms eens een paar oefeningen achter elkaar te rijden. Omdat dat juist vaak is, kijk, als je één keer een schouder binnenwaarts oefent, dan is dat een stuk makkelijker als dat je echt schouder binnenwaarts voelt, appiëment, zoals het in mijn proef zit. Dat zijn toch wel dingetjes die je toch even achter elkaar moet doen. Dus juist ook wel een paar lijntjes achter elkaar door, ja. So far so good. Tot nu toe nog steeds niet. Maar ja, je hebt toch natuurlijk wel wedstrijden dat het steeds spannender wordt. Maar ik moet ook zeggen, ook al vind ik het soms af en toe een beetje spannend. Zodra ik op hem ga zitten en zodra we aan het losrijden zijn, dan geeft hij me weer zo'n fijn en makkelijk gevoel dat hij mij gewoon het gevoel heeft van het komt goed. En ja. Als je op hebt zit, het enige wat je dan kan doen is gewoon genieten en gewoon je proefje rijden.